Yo, FancoGamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Wereldreis hier op FancoGames. En jongens, ik ben nog steeds op vakantie en dat betekent natuurlijk dat onze wereldreis met z'n allen gewoon lekker doorgaat. En ik wil het goed gemaakt met jullie. De vorige keer was de game mij een beetje aan het fokken. Toen zei hij dat we in Saoedi-Arabië waren, terwijl we eigenlijk in Zweden waren. Dus er klopte helemaal niks van. Als we het vandaag voor elkaar krijgen om meer dan 16.400 punten te halen, dan smashen jullie met z'n allen even een like op deze video. Ik denk namelijk dat we dat makkelijk moeten kunnen redden met z'n allen. Let's go naar de wereld. Nee, dit is weer Zweden. Zometeen gaat die game zeggen dat het China is ofzo. Ik ken deze game. Elke keer als we ergens in de doorn van Europa zitten, klopt er werkelijk waar geen ene moer van. Maar ja, we gaan het proberen. Tot nu toe zeg ik Zweden. Ja, het moet. Het kan toch niet anders dan Zweden. Rood met witte huisjes, dat is toch super schattig. Ooit in mijn leven wil ik ook een rood met wit huisje. Gewoon omdat het kan. Wow. Wow. Dit is het engste spookhuis ever. Wie bouwt hier nou een huis? What the fuck? Dit is echt creepy. Wie bouwt hier nou een huisje, man? Knibbel, knabbel, knuisje. Dit is het engste huisje ter wereld. Wow. No way dat ik hier in ga slapen. Oké, jongens. 100 euro voor iemand die een nachtje in dit huisje gaat slapen. Zoek het huisje op. Ga erin slapen, film het en dan krijg je 100 euro van me. Go, hopsakee. Ik ga eens even kijken waar we allemaal nog meer informatie kunnen vinden, ja. Eens even kijken, ja. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Hé, er komen bordjes aan. Zo te zien zijn dat geel met rode bordjes. Geel met rode bordjes betekent Zweden. Altijd instant. Ja, hier dit. Het moet Zweden zijn. Maar waar? Er komt ook nog een plaats aan bordje aan. Even kijken wat daarop staat. Kom, mag op zich wat harder rijden, hoor. Bladingas. Daar. Dat is vlak bij Zweden natuurlijk, hè. Bladingas. Het zal Bladingas. Ja, joh, daar. Daar ken ik niemand, hoor, in Bladingas. Misschien hebben we het in één keer zien staan op de kaart. Het zou zomaar kunnen. Bladingas. Het zal niet, maar je moet gokken in je leven, toch? Bladingas. Ik zeg een beetje. De vorige keer dat we deze game hadden, toen dacht ik elke keer dat het in het zuiden van Zweden is. Maar ik denk dat het eerder in het noorden van Zweden is. Waarom weet ik niet, maar ik heb zo'n voorgevoel. Make guess. Deze game, jongen. Deze game fokt mij aan alle kanten. 2838 punten. Dat is niet veel. Dus die 16.000 komt alweer heel moeilijk buiten bereik. Oké. We gaan het voor elkaar krijgen. Ik ben stoer. Ik ben een gevaarlijke jongen. Wat is dit? Barra verde. Verde. Dat betekent groen toch, of niet? Verde? Dat is even een eng bordje. No seas malo. No seas. Nee, daarboven is geen zee inderdaad. Nee, ben ik helemaal met je eens. Er is daar geen zee. Wat is malo? Kan iemand even opzoeken wat de vertaling van malo is? Dat is ook weer een of andere evil creepy. Waarom kom ik er helemaal op evil creepy gebieden vandaag? Zie ik eruit alsof ik heel evil en creepy ben? Nooi. Misschien ook een beetje. Maar waar is dit? Wat heb ik hier nou weer aan? Het is weer in een land waar ze het niet zo heel nauw nemen met de wegen. Dat is wel een dingetje. Ayudinas a Martinar. La zona rural. Limpio. Ja, de agrarische omgeving. Ja, dat zie ik ook. Maar ja, waar? Ik zou tot nu toe Brazilië trouwens, hoor. Moet even een gokje wagen. Brazilië. Het oogt Braziliaans. Brazilië is namelijk ook allemaal van dit soort rare afgerachte wegen. Ze hebben veel groen. Dat is positief. Want groen, altijd plus 1. Maar waar dan in Brazilië? Brazilië is zo groot. It's huge, zou Donald Trump zeggen. Hey, doggo. Hoe gaat het met jou dan, jong? Deze doggo is niet blij. Zeker niet. Deze doggo is heel chagrijnig. Wel een leuk huisje. Het is altijd zo jammer, hè? Kijk. Dan hebben ze dit soort huisjes. Op zich een hele mooie locatie. En dan laten ze het zo verslonzen. Ik vind dat zo zonde. Hou je huis netjes. Geef er een leuk likje verf aan of zo. Maak dit huis wit in plaats van lichtblauw. Dat is toch al veel mooier. Leg er een nieuw laagje met dakpannen op. Of desnoods iets van andere tegels. Maar maak het mooi. Zorg dat het netjes is. In plaats van dit soort rare dingen. Ze hebben wel heel veel doggo's hier. Wat staat er op zijn shirt? Indubarraket. Weet ik het. Ja, Brazilië tot nu toe. Brazilië. Hey, bewoonde wereld. Dus het lijkt op de bewoonde wereld. Kijk, dit.
verf dit huisje mooi wit en je bent helemaal klaar. Het is een instant bungalow. Als je dat hier in Julianendorp zou moeten kopen. Kijk, dit ziet er toch al veel beter uit. Het is nog steeds niet netjes. Het is een beetje groen. Maar het ziet er gewoon een heel stuk beter uit. Dus, oké, ze kunnen het dus wel hier. Dat is wel heel belangrijk. Ze kunnen het wel. Nee, informatie. Aquilia. 099. Hey, de vorige keer dat we Brazilië hadden, begonnen de telefoonnummers ook met 3 cijfers. Dus ik zeg Brazilië. Fuck it, ik ga gewoon dapper zijn. Brazilië, een beetje daar. Make guess. 1400 kilometer vandaan. Oké, het was Brazilië. Maar die punten die komen wel weer heel erg buiten bereik. 18.029 punten. Dat gaat moeilijk worden. Wel, Jad, gooi me nog een keer in Australië neer. Ik vind het goed hoor. En hoe weet ik dat het Australië is? Omdat deze auto aan de linkerkant van de weg rijdt. Dus als die links rijdt, is het standaard Australië. Alleen hier hebben we dus geen ene reet aan. Want ja, waar in Australië? Dit kan overal zijn. En die Australiërs die hebben ook echt een fetish voor rechte wegen ofzo. Gewoon een keer een bochtje. Gewoon voor de afwisseling. Is ook leuk. Anders moeten mensen de hele tijd alleen maar op rechte wegen rijden. Dat is toch saai? En bovendien gevaarlijk. Want anders dan denk je van, oh, ik moet nog 100 kilometer rechtdoor. Dan ga je een beetje zitten suffen. Ga je een beetje om je heen zitten kijken. En dat is levensgevaarlijk. Voordat je het weet, rij je tegen deze lantaarnpaal aan. Of lantaarnpaal, elektriciteitspaal. Dat is levensgevaarlijk. Dan ben je en met je auto in de kreukels. En de elektriciteit valt naar beneden. Op je auto krijg je een enorme opdonder. Dus dan ben je en in de kreukels en geroosterd. Hartstikke dood. Dat is levenslink. Moet je mee uitkijken. Nooit dat soort dingen zomaar doen. Gewoon een keer een weggetje. Of een drempel. Dat is ook leuk. Gewoon een drempel, denk ik, hier om mensen te fokken. Ja, weet je. Ik kan wel gokken. Ik kan hier wel een uur door blijven rijden, maar er wordt het niet beter van. Dus we zeggen Australia, mate. En dan een beetje in de Outback. Een beetje daar, West-Australië. Make guess. Botswana? Ja, je moeder in Botswana. No way, vriend. Dit was echt niet in Botswana. Ze hebben wel een kiprestaurant. Dat is positief. Dit was niet in Botswana. Echt niet. Rijden ze links in Botswana? Wacht, ik ga het opzoeken. Of is die game weer met me aan het fokken? De vorige keer zei hij namelijk dat we in Saoedi-Arabië waren, terwijl we eigenlijk in Zweden waren. Dus ik geloof deze game niet meer. Botswana rijkant. Is dat een woord? Rijkant? Welke landen rijden links en welke rijden rechts? Ja, dat is wat ik wil weten. Klik hier. Oh, wacht. Groen gekleurde landen rijden rechts, oranje rijden links. Oké, Botswana. Botswana rijdt links. Tuurlijk, joh. Ik vind het nog steeds Australië. Ik verklaar dat stukje officieel tot Australië. Hier. Dit is toch... Dit is dezelfde trouwens. Het is dezelfde als die we net hadden. Oké, dan ga ik weer makkelijk punten scoren. Weer makkelijk punten scoren. Het is dan... Nee, dat is Argentinië. Dat ligt niet eens in de buurt, man. Botswana. Hier. Daar. Make guess. Saoedi-Arabië. Fuck jou, Saoedi-Arabië. Bahrein. Dit was ook niet in Bahrein. Echt niet. Wat is dit nou weer voor onzin? Elke keer heeft deze game aan dat het ergens in het Midden-Oosten is. Wordt deze game langzaam overgenomen door Saoedi-Arabië en het Midden-Oosten ofzo? Zo kan ik toch nooit mijn like verdienen als dit zo doorgaat? Hier word ik niet blij van. Nou oké, dit. Ja, Saoedi-Arabië. Ik ga het gewoon maar meteen ingeven. Saoedi-Arabië, het kan niet anders. Irak. Provincia de diversos attractivos. Oh ja. Provincie van diverse attracties. Toeristische attracties. Oh ja. Hé, hey, hier. Dat is nou handig. Ze zetten het gewoon erop. Bolivia. Dat is niet waar. Het is sowieso Saoedi-Arabië. Absoluut. Saoedi-Arabië. Nee, dat is niet waar. Bolivia. Hier. Oké, Bolivia. Maar waar dan? Bienvenidos a Municipio de Tirac. Tirac. Maar waar ligt Tirac dan weer? Tirac. Tarija, dat lijkt er een beetje op. Tarija lijkt op Tirac. Een beetje. Oh, hier. Reserva Tiracua. Als dat zo is, jongen. Maar welke straat? Wacht. Er ligt hier nog een ander ding. Santa Cruz is rechtdoor. Oké, dus moeten we een plek hebben die Santa Cruz heet. En Tiracua. Santa Cruz. Vinden we dat ergens? Reserva Tiracua. Ik moet gokken. Ik ga het toch nooit vinden.
Tiraque, Tiraqua, het lijkt erop toch? Misschien is dit bordje geschreven door iemand die niet kan spellen, die niet kan schrijven. Want hij moest Tiraquia hebben en hij heeft Tiraque opgeschreven. Dus close genoeg, make guess. 511 kilometer? Waar is Tiraqua dan? Oh, hier. Tiraque. Wat hebben we dan hier? Tiraqua. Dat vind ik niet eerlijk. 3548 punten. View summary. Ja, echte groeten. Hoe kan ik nou ooit mijn punten halen? Als die game elke keer zegt dat het in Saoedi-Arabië is, terwijl het niet in Saoedi-Arabië is. Ik vind dit niet eerlijk, mensen. Ik kan hier niet tegen. Maar goed, weet je? Volgende keer gaan we het nog één keer proberen. Eén keer proberen om meer punten te halen dan 16.400. Ik hoop dat we het daar wel gaan redden, want ik wil mijn like gewoon verdienen. Hopelijk willen jullie in ieder geval nog even abonneren op Vacuum Games, als je dat niet gedaan hebt. En dan spelen we de volgende keer de laatste ronde Geoguessr Wereldreis hier op Vacuum Games. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. En jongens, tot de volgende keer. Mazzel!